Ik heb het gisteren ook al een paar keer gezegd. Volgens mij hadden we 6 keepers op het veld staan. Volgens mij heeft iedereen die op het veld stond wel een keer een bal geblokt. Ik heb gisteren nog een paar beelden teruggezien. Weet je, Mickey maakt een fantastisch blok. Wout die haalt nog een rebound weg. Jerdy die springt Stefan bijna door midden om nog een bal te blokken. Dus ja, dat geeft denk ik wel aan hoe graag wij allemaal ver willen komen in dit toernooi. 1-0 achter met rust. Ja, en in de rust heb ik eigenlijk wel heel de tijd het gevoel gehad dat we terug gingen komen. Zeg maar. Je zag het in elkaars ogen. We bleven rustig in de kleedkamer. En ja, dan denk ik dat we de tweede helft ook wederom heel goed begonnen. En dit keer konden we hem wel doortrekken. Ik denk dat Stefan's goal eigenlijk op het perfecte moment valt. En 5 minuten later scoort Cody er nog een. En ja, dan is het de laatste 10 minuten tegenhouden met alles wat je hebt. En alles en iedereen ervoor gooien als het moet. En dat hebben de jongens gedaan en we hebben hem gelukkig over de streep getrokken. Op het einde werd elke blok of elke duel gewonnen of elk klein succesje werd gevierd alsof we de derde goal hadden gemaakt. En wat er dan precies wordt gezegd weet ik ook niet. Het is gewoon een kreet van blijdschap en die energie hoog erin houden. En helemaal als dan natuurlijk dat fluitsignaal gaat en je beseft dat je hem echt over de streep hebt getrokken, dan komt de echte blijdschap. En daarna natuurlijk super mooi dat we dat zo konden vieren ook met de oranje wand achter de goal. En, ja, een super mooi moment. Weet je, ik denk een van de mooiere momenten die ik op een voetbalveld heb beleefd tot nu toe. Weet je, je komt 1-0 achter en je blijft sterk met z'n allen. En je draait het om, je wint 2-1, je gaat naar de halve finale. En dan zie je al die mensen in het oranje in extase en dansen en springen. En dan als spelersgroep ga je meedoen. En ja, nogmaals, een super mooi moment. Kun je eens wat meer vertellen over de rol van Mark en Justin in dit toernooi? Ja, die rol is heel belangrijk. Dat zit hem natuurlijk vooral in de warming-up. Zo goed mogelijk voorbereiden. En als ze wat zien of als ze wat denken, dan zeggen ze dat over. Kan van alles en nog wat zijn wat met die wedstrijd te maken heeft, zeg maar. En, weet je, je merkt gewoon aan alles dat ze ja, net zo graag willen als ik, zeg maar. En dat is, ja, dat is super mooi. En ja, nogmaals, kan ik alleen dankbaar voor zijn. We trainen elke dag met z'n allen. En dat is niet alleen Mark en Justin, maar ook alle andere jongens die misschien minder spelen dan ze gehoopt hadden. En die jongens zijn super belangrijk voor ons. Weet je, die moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden. En vooral ook zelf zo goed mogelijk klaar zijn voor het moment dat het team ze wel nodig heeft. En ik denk dat dat tot nu toe fantastisch is gegaan. Ik denk ook dat we in heel veel wedstrijden de wissels nodig hebben gehad om het verschil te maken. En ja, Mark en Justin kan ik alleen maar hele positieve woorden over spreken. En heel dankbaar naar zijn hoe ze me helpen dit toernooi. En ze zijn altijd vrolijk en goed lachs. En dat is gewoon heel belangrijk, ook voor het humeur in het team en in het keepersgroepje. Dus nee, nogmaals alleen positieve woorden over hen. Ook gisteren heb je natuurlijk nog die blijdschap en extase. Alleen vandaag is de knop wel om naar Engeland. Wonen speelde nu een jaartje, dus de meeste gasten waar we tegen gaan spelen, daar heb ik al wel een keer tegen gespeeld. Niet allemaal natuurlijk, maar wel een aantal. Dus ja, dat is leuk. En weet je, ik denk dat heel veel jongens in ons team, ook met jongens uit hun team, hebben samengespeeld of nog steeds samen spelen. Dus ja, dat is gewoon kennis en informatie uitwisselen met elkaar. En we zouden later vandaag ook nog een uitgebreide meeting hebben over Engeland. Dus, aan de voorbereiding zou het niet liggen. Kijk, ik hou er natuurlijk van om in mooie stadions te spelen. En ik denk dat Dortmund een fantastisch stadion is. Het is redelijk dichtbij Nederland, dus dat is ook een groot voordeel. Maar zodra de wedstrijd begint, dan merk je eigenlijk niet zo heel veel meer van hoe het stadion eruit ziet. Dan voel je alleen de atmosfeer van de oranje fans en ben je super gefocust op het spel. En, ja, nogmaals, die sfeer die de oranje fans geven aan ons is fantastisch. En dat geeft zoveel energie en dat geeft echt een boost. Dus ik kan niet wachten om dat weer te voelen in het Dortmund Stadion.